Alle aandacht gaat vandaag uit naar deze speler. We zijn benieuwd of deze speler ook vandaag weer het doel weet te vinden. Want hij is momenteel de topscorer in de Champions League. Welkom in Engeland iedereen op deze bijzondere dag in het prachtige City of Manchester Stadium. Uiteraard kijken mijn collega Jeroen Guter en ondergetekende Sjoerd de Vos er naar uit om deze wedstrijd voor u te becommentariëren. En we gaan kijken naar een returnwedstrijd in de 8e finale van het toernooi. Deze wedstrijd wil je niet missen. We hebben natuurlijk allemaal kunnen zien hoe Manchester City die wedstrijd domineert. Alles leek te kloppen bij ze. En dat resulteerde in een ruime overwinning. Zo begin je natuurlijk met een lekker gevoel aan de return. Manchester City aan de wedstrijd beginnen. Ze beginnen in een traditionele 4-4-2. Ja, joh. Zijn dat gewoon vier verdedigers, vier middenvelders, twee aanvallers? Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe het staat, hè. Naast het feit dat het City of Manchester Stadium van alle moderne gemakken is voorzien, heeft de overkapping een karakteristieke en unieke structuur. Ja, dat klopt, zie je. Het is een constructie die bestaat uit 12 masten, waarbij de overkapping door kabels wordt vastgehouden. Het uitteam gaat met deze 11 het veld op. Ik tel, en tel even mee, Jeroen. 4 verdedigers. 4 middenvelders. Dat is 8. En een aanvallend duo. Dat is 10. Dus dit lijkt me een 4-4-2. Dit is de variant met een ruit op het binnenveld. En de scheidsrechter heeft het startsein gegeven van deze 8e finale wedstrijd. In de groepsfase van de Champions League hebben we natuurlijk al heel veel moois voorbij zien komen. Maar dit is het echte. Gabriel Jesus kan verder. Hij gaat naar de tweede paal. Ze krijgen die bal maar niet weg. Rechtstreeks in de handen van het doel. Geen probleem. Vlahovic. En dan Vlahovic. Adrien Rabiot. Manuel Locatelli. En ze hebben de bal weer terug. We gaan eens kijken wat deze speler vandaag kan bijdragen. Bewaar deze even voor later, zie je, want er komt een enorm gevaarlijk moment aan. Bernardo Silva. Ja, die eerste zit erin. En we hebben amper gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben ons schadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet. De score is geopend. Het is 1-0. Alvaro Morata. Manuel Locatelli. En de bal bij Morata. Het andere team weer aan de bal. Palmer. Wat gaat hij nu doen? Ja, die moet erin. Enorme redding.
Die doelman pakt die bal gewoon. Het moment van uitkomen, dat is doorslaggevend in deze situatie. Precies op het goede moment. Die bal is een makkie voor de keeper. Deze kan erin. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Dat is ook onmogelijk voor Guardiola om stil te blijven staan aan de zijlijn. Hij viert het feestje uitbundig met zijn spelers mee. Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, en als de bal dan wordt overgenomen, dan ben je binnen de kortste keer bij het doel van de tegenstander. En zo leidt dat dan tot het doelpunt. Manuel Locatelli. Arthur Melo. Goed hoor, dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Manchester City levert de bal in. Bernardo Silva. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Direct druk zetten, dat werkt hier. Bal over de lijn en inworp. Die tackle bracht hem kort uit balans, maar hij kan door. Federico Bernardeschi. Morata moet deze afronden. Oh, mooi, zegt hij, de flex van de doelman. Maar hij had heel weinig tijd, Siert, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nu dan misschien. De keeper pakt hem. Corner voor het doel gebracht. Even dat gevaar eruit halen. Gabriel Jesus. Met ruimte om op te rukken over de flank. Zo, goal! Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Bal afgepakt door Rodri. Bernardo Silva houdt die bal tegen. Van dichtbij. En dat is een mooi doelpunt. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Nu snel eruit komen. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Doelman ertussen, spel gaat verder. Federico Bernardeschi. Dit is Bernardeschi. Arthur Melo. Een mislukte paas. Ja. Je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Gabriel Jesus. Cruciale onderschepping. Hij schiet.
Het schot wordt geblokt, toch? Ja, wordt geblokt. Controleert de bal mooi en houdt hem bij zich. Kan er zomaar in. Die pakt hij lekker, de Chesney. Rodri. Chesney houdt die bal van heel dichtbij tegen. Komt de hoekschop in het midden. Alexandro. Adrien Rabiot. Alexandro onder druk hier. Ze komen opnieuw in balbezit. Goed gedaan, mooie onderschepping. Kunnen ze dit snel uitspelen? Ruim baan op de vleugel. Federico Bernardeschi. De verdediging zit ertussen. Bernardo Silva. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Een ware strijd om de bal. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Een grote kans hoor. Fenomenale redding, Chesney. Dat was een beste kans hoor. Dan schiet die bal zo naar de tegenstander. Vlahovic. En Alvaro Morata met de bal. Adrien Rabiot. Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Mogelijkheden voor een counter. De voorzet wordt gegeven. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En de afronding die daarop volgt is misschien nog wel mooier. Hij haalt verwoestend hard uit, nog voordat de bal de grond raakt en de doelman is geklopt. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. De vierde official zegt dat er 2 minuten blessuretijd bij komt. Manchester City benut de ruimte en rukt op over de vleugel. Gevaar geneutraliseerd met die actie. We gaan rusten. En dat met een verrassende score. Het winnende team had best nog even verder willen voetballen. Ze hadden de smaak te pakken. Nou zeg, de ene na de andere goal vloog erin. Ik denk dat die coach heel tevreden zal zijn. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. De speler raakt het balbezit kwijt. Nog steeds aan de bal. Alleen de doelman nog voor zich. Gabriel Jesus. Oh, wat een doelpunt. Ja, als een speler
op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt. Hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt dat niet. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Palmer. Komt er een doelpunt aan. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Zo, goal! Wat is dat toch lekker, hè? Als je een bal zo perfect kan raken, zo hard. De doelman heeft dan gewoon veel minder tijd om te reageren. Dat is ook hier het geval. Het doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Manuel Locatelli. Dan wordt de paas eruit gehaald door Rodri. Kan Manchester City hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Kijk, en dat had deze keeper vaker moeten doen. Ja, gewoon lekker gepakt. Dat hadden we wat vaker willen zien in deze wedstrijd. Federico Bernardeschi. En dan Vlahovic. Daar had hij voor kunnen fluiten. Ja, heel goed. Hij geeft hier voordeel. Weer een overtreding hier. Nou, dat gaat lekker zeg, maar niet heus. Deze keer bestraft met een vrije trap. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. De kans nu uithalen. Oh, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Het wordt een korte hoekschop. Ze profiteren van deze paas. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Balbezit naar de tegenstander. Federico Bernardeschi. En ze raken de bal kwijt. Ja, kans voorbij. Arthur Melo. En weer teruggepaast. Voor het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Wat gaat hij hiermee doen? Het schot is onderweg. Hij weet het schot tegen te houden. Het is tijd voor een wissel. Komt de hoekschop in het midden. Er zit iemand tussen. Kyle Walker. En Rodri nu. Doelpoging, schot. En de doelman met een redding. In het midden van de 16. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Vlahovic. Oh, dat doet hij mooi zeg. Heerlijke techniek. Genieten. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies.
door de tegenstander. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Arthur Melen. Hij pakt de bal af in een knappe actie. Zie je dat die speler probeerde terug te komen uit buitenspelpositie? Ja, inderdaad, maar iets te laat. Of de paas werd te vroeg gegeven, het is moeilijk bekijkt. Vlahovic. Goed teruggezet hoor. En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. Hoekschop in het centrum geplaatst. Een eenvoudige redding van die keeper op die koppel, of niet? Ja, daar zou je normaal gesproken zijn bed niet eens voor uitkomen. Er ligt een counter op de loer. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Alsnog een gevaarlijk moment. Die bal is een makkie voor de keeper. De scheidsrechter beoordeelt die hensbal als opzettelijk en fluit voor een overtreding. En hij stond er aardig dichtbij. Lijkt mij gewoon een goede beslissing. Bernardo Silva levert een slechte bal. Dribbelt verder richting doel. Ach nee, de tegenstander heeft de bal alweer veroverd. Er ligt ruimte voor de counter. Voorzet in de 16. Fenomenale redding, 16. Dat was een beste kans hoor. Substitution for Manchester City. Coming off the pitch, number 16, Rodri. To be replaced by number 25, Fernandinho. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 9, Morata. Welkom voor het doel. Ja, komt die bal naar beneden. Zo gaat hij natuurlijk over. Ik denk dat hij een beetje te veel onder de bal komt. Ja, dan krijg je dit. Dan gaat hij over de lat. Manuel Locatelli. Arthur Melo heeft de bal. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Dybala moet een goal maken. En weer een geweldige save. Nou, zijn reacties en reflexen zijn echt top vandaag. Die bal had er gewoon in gemoeten hoor. Dit soort kansen die krijg je niet zo vaak in de wedstrijd. Echt heel zonde. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Ruim baan op de vleugel. Federico Bernardeschi. Wat een schitterende redding zeg. Corner voor het doel gebracht. No problem. Geen probleem voor de doelman. Opletten doelman. Gevaarlijk zo. Over 4 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Schot is onderweg. Gestopt door Szczęsny. Maar het spel gaat verder. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans gekeken. Ongelooflijk dat hij de goal niet maakte. Dit was een uitgelezen mogelijkheid ertoe. Nou, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Korte bal naar een teamgenoot. Dit kan wel eens een kans opleveren. Wat kan hij hiermee? Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Drie minuten extra speeltijd. Alexandro.
En dan Vlahovic. Oh, wat een kans! Nog steeds gevaarlijk. Die bal gaat er schitterend in. Leuk om nog even een doelpuntje mee te pikken in de blessuretijd, maar het zal verder niet veranderen aan de nederlaag. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Het is afgelopen hoor. De buit is binnen voor City. Op naar de volgende ronde. Ja, als je kijkt naar hoe ze de volgende ronde hebben bereikt, dan kunnen we simpel zijn. Het was bepaald geen moeilijke klus voor ze. Ze waren overduidelijk de beter van de twee. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.